Al voor bijvoorbeeld Overijssel en Essen. Overijssel, wat een naam. Dan hebben we Meissen, hier hebben we Michael van Toernout, de thuisrijder. Die zal zeker gemotiveerd zijn. Het moet hem wel liggen met de kleine hobbeltjes, de bergjes. De snelheid die wel hoog zal liggen, als ze dat tenminste al willen. Wout van Aert, die kan nog een opsteker gebruiken. Het is altijd prettiger als je na vandaag of na morgen met een goed resultaat die stage kunt aanvatten. Dan slaap je beter op stage, dan zit je niet met hommeles in je achterhoofd. Toon Aerts, die moet morgen wel zijn klassement in de wereldbeker verdedigen. Izerbeet, die had wat last aan de poep. En bovendien had Izerbeet ook wat last van ziekteverschijnselen. Mathieu van der Poel die heeft alleen maar last van de Koppenberg. Voor de rest heeft hij al niks last. En is er ook nu weer klaar voor. Vraag me af hoe hij het nu gaat aanpakken. Gaat hij er andermaal een hoge cross van maken? En dan zitten we bij zijn brother. Die gaat altijd winnen op een ander, zoals in Hit Now. Ja. Dus niet mee doorgeschoven naar richting België. Maar daar gebleven en dan ja, winnen hè, in Hit Now. En Pauls die komt dan wel naar huis. Even tussendoor vanuit de Spaanse contraille. Of is het Mallorca. Om mee te doen in Mol. Hasselt. Ja. Ja, meepakken. En misschien wel. Hè? Je weet nooit nu dat ze... Eens een keer winnen? Ja. Daar komt een kans grijpen? Op de eerste plaats spreken op het podium. Ambiance. En weg ermee. Van der Poel met een sprint alsof zijn leven ervan afhangt. Van der Poel duidelijk op kop. Zijn broer ook onmiddellijk mee. Zijn broer de jongste dagen niet gescoord. Het is maar een kleine randbemerking. En die gaat als eerste over de heuvel het grasperk op. Met ook Van Aert die goed weg is. Pauwels die via het kantje ook uitstekend naar voren geschoven is. Kijk eens wat motivatie doet. Hè. 1, 2, 3, 4 blauwe mannen in het eerste vak in de top 10. Het is anders geweest. Hè. Ja. En ze zijn er nu wel bij. Ik tel er zelfs een stuk of 4, 5 op. Ja, Dieter van Toernout. Ja, mee in de eerste. Ja, toch top 10, top 12 zeg maar. Als het zou moeten is. Ja. Ze hebben niet te klagen over de baas, denk ik, Jurgen met de penning. Ja, het is natuurlijk ook wel zo dat er een paar tussen zitten die denken van... Ja, god, het hoeft vandaag net iets minder. Dat voel je dan meteen aan, hè. Dat is nefast voor de mogelijke feestvreugde. David van der Poel. Mathieu van der Poel. Wout van Aert. Volgens Mark Lamberts, een trainer... Gaat het iets beter met hem? Dan gaat het vooral over het mentaal front. Want hij heeft al zoveel deuken gekregen de voorbije weken, maanden. Met die herrie rond al dan niet contractverlenging, dan uiteindelijk contractbreuk. Dat hij niet meer coachbaar is, niet meer trainbaar wordt. Dan zit je natuurlijk met een dubbel en dik probleem. Dat moet dan weer opgelost worden, ook weer in zo'n tussenstage. Nog 2 uur cross en de jongens... gaan er heel even van tussen. Trainen is wetenschap geworden. Zo anders dan in de jaren 70, 80. Meus weg op positie 8 en 9. De gedrevene in Hamme. Is even gecheckt wie zit er aan mijn wiel. 2 blauwe jongens. Tom Meusen. Ook fel. Dacht ik Vermeers, of vergis ik me? Ja, dat klopt. Oei. Pats. Hele Izerbeet. Koprol. Zet daar Vermeers op zijn. Of wie was het? Dat is Vermeers. Ja. Dat hebben we nog niet te veel gedaan. Met het nummer 10. Hier gaan we dat nog eens bekijken, Paul. Jij had dat in de mot. Ja, kijk hè. Schaakmat hè. Bang. Ja, dat is wel een serieuze knok hè. Ja, als dat niet dat is een schouderzet hè. Ja, als dat niet schuift natuurlijk. Is dat toegelaten? Dat was toch wel echt een opschepbeweging met de schouder. Ja. Is dat een oude afrekening? Wat vreemd zeg. Ja, dat was toch nog wel een tikje. Hè. Als dat niet zou schuiven onder de tubus. Maar hij gaat er terug naartoe. Hè. Nu moet je hij gaat gepeten zijn, Vermeers. Hier hebben we nog 2 ploegmaats. Hier komt hij al. Ik zou zeggen, hou je wat in. Hou het... Nee, een verbale beschimping. Ga niet verder dan dat. Een
maak er geen verwoede contactsport van. Nee, dat zou niet mogen. Maar ze hebben misschien al wel wat meegemaakt ooit. We gaan misschien al koeien uit de gracht halen. Eerst was daar toch ook bij met Nijs in der tijd en in Bredene. Maar dat moeten we nu niet meer aanhalen. Dus maar je doet het wel. Ja, ja, ja. Enfin, hevigheid met Baastaans. Die ook in deze periode, al moet ik zeggen, vorig seizoen lag Kokzijde wat vroeger op het seizoen, zeer goed op dreef was. Hij heeft er niet te veel hinder van ondervonden. Nee, nee, nee. Dat heeft natuurlijk ook te maken met zijn temperament. Wat opgehitst. En als je dat dan inzet of omzet in positieve energie, dan kom je snel weer bij de mensen. Bij de beteren. En dan van Hitnau, dan van der Poel en dan van Aert. Het draait je ze altijd vooraan. Van der Poel, het ziet er toch naar uit dat hij niet zin is na 4 minuten al alles open te draaien. Dat denk ik ook niet. Dus hij heeft er ook het niet in zijn hoofd gehaald om over te pakken bij zijn broer. En dan de methode van vorige week toe te passen. Ja, zijn broer meepakken zoals hij dat met Meeuwsen deed. In elk geval, als je een goed bezette cross wil qua publieke belangstelling, vraag 5 euro. Dan heb je troef. Ja, de doorsnee cross kost nu 12 euro. In de wereldbeker wordt dat opgetrokken naar 15. Het is een zeer ruime omloop en overal is er toch wel volk. Dus ik neem aan dat qua aantal dat dit toch wel een van de betere crossen is. Ja. En wat de cross in Hammen betreft, dan zaten we toch nog altijd aan de ruim 550.000 kijkers bij ons. En in de spits aan het einde zal het nog een stukje hoger gelegen. De broer bekijkt het landschap en Mathieu denkt van oké, doe maar. Van Aert komt tussen beiden en dat doet ook Ruben. Heel kort maar, gewoon om te melden dat Tom Meesje blijkbaar al helemaal onder stoom gekomen is. Die heeft het warm gekregen. Handschoentjes had hij aan bij de start. Helemaal uitgegooid en in de materiaalzone weggereden. Hebben we daarnet gezegd, ze zijn met 61. Daar rijden uiteraard ook belofte bij. Onder andere opgemerkt Yannick Peters. Die rijdt denk ik ongeveer in 15e stelling. Ja, en ik kan u verzekeren, van die 61 zijn er een stuk of 20 bij waarvan je afvraagt van tja, crossen die. Opmerkelijk, Mathieu van der Poel waagde het niet om over die balken te springen. Voorlopig, hè, misschien. Hè. Straks is het misschien wel genoodzaakt. Rijdt er wat volk in de weg? Nee, totaal niet. Geen interesse, dus gewoon afstappen. Zeer verstandig op in deze fase van de wedstrijd. Ze zijn het er allemaal roerend over eens. Niet te rap, jongens. Beperk het aantal ronden. Iserbiet, die denkt er anders over. Ik moet hier in de kijker rijden. Ik moet mijn kleuren laten zien vandaag op de cross van mijn baas. En ik ga luisteren zoals dat hoort. Of van schrik van Vermeers. Dat hij uit zijn buurt wil blijven. Ook al is Vermeers wel aan het opschuiven. Hè? Positie 5 of 6, 7. Het was voor een goed begrip wel Iserbiet die de kwak uitdeelde. Ja, 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 ja. Helemaal wel. Er is kwakken en serieus doorkwakken. Dat was in dit geval het tweede. Ja, dat was een deurtje openen om het zeker niet laten dicht te gaan. Heel even uit zijn klikpedaal hier. Eli Iserbiet. Dat wordt een rappe tweede ronde. We hebben geen toestel waarbij of waarop we de rondetijden kunnen aflezen. Hier zitten we op de Molse grond. Meissen net nog in beeld. Dat laantje ingedraaid. Een toonaard die goed mee vooraan rondrijdt. Positie 4, dat was ook zijn uitgangspunt. Als ik mee kan ronddraaien aan het wiel, niks belet me daarvan dat een hele tijd te doen. De leider in het klassement voor de wereldbeker en overal bovenaan in alle klassementen. De allrounder bij uitstek. Dat kun je ook van Van der Poel zeggen, maar die steekt daar nog eens een kop of drie bovenaan. In Tabor door de soep gedraaid, in Hammen niet gestart, Iserbiet. Dus wat het aantal competitiedeelnames betreft wat minder. En dan loont dat vaak.
gretig, in ieder geval, zoals ze nu aan de kop sleurt. Is dat niet openen voor Michael van Turnhout? Ik denk eerder vooral voor zichzelf. Je weet maar nooit hoe dat de grote jongens daar gaan reageren. En dat is zijn temperament. Dus ja, zoals ik het management bij Marlux zeker op een thuisgrond ken, hebben die een plan. Hè? Laten we dat op deze manier eens proberen. We zitten nog altijd met een man of vier in de top 10. De man met de hevigheid, de man met de korte gestalte komt in dit stukje van het parcours natuurlijk formidabel aan zijn trekken. Het is hevig en fel wentelen. Paasstaansluiterij. Pittig tussensprintje voor Van Aert, die de rits opentrekt. Het is zo een twijfelseizoen. Hè? Het is een graad of 4, 5 koud. Je weet niet goed van hoe warm moet ik me kleden. Laagjes, dat in elk geval. Maar het wordt ook snel te warm. Hè? Ja, absoluut. Op Meusen, daar straks, zoals aangehaald bij Ruben, gewoon de handschoenen in de post uitgedaan en naar de mechanicien gegooid. Ging zich heel even diep buigen. Meister met aan zijn wiel uit de wilgen. Ingmar is de voornaam en we hebben Ruben. Ruben. Net al gemeld dat Eva Lechner aan het rondrijden was in Kokseide. Wel, er zijn er nog hè, die hier niet zijn. Laurens Zweek bijvoorbeeld, die heeft er ook een ritje Kokseide van gemaakt. De keuzes. Ja, mist er nog eentje van zijn ploeg. Soete. Mannen die dat heel goed in het zand zijn en dan toch misschien wel alles op alles zetten. Denk maar aan het Belgisch kampioenschap in het begin van dit jaar, weliswaar vorig seizoen. Dat was in Kokseide. En toen verwachten we ons aan een walkover van Van Aert. Daar heeft Laurens Zweek daar toch wel anders over beslist. Die had toen de betere passages in het zand. En die hoopt dat hij die vormpiek nog eens een keertje kan halen. Het zij morgen, het zij straks ook weer in een Belgisch kampioenschap dat hem zou moeten liggen in Kruijbeke. Wat denk je? Ja. Ze mogen natuurlijk altijd proberen en de moraal en de moed hebben. Wordt moeilijk, dus maar iedereen moet er wel in geloven. Hoe ziet Kruijbeke eruit wat het BK betreft? We hebben het over begin januari. Als dat een editie wordt zoals we over enkele jaren hebben. Heb je Michael van Turnhout aangekondigd, zie je? Ja. Ze waren heel even met twee vooraan, dus maar Van Aert laat dat niet gebeuren. Kruijbeke, geweldig drassig, normaal gezien. En dat zou wel eens kunnen. De vorige edities was dat niet het geval, maar nu gaan we naar de periode januari. Ik hoop echt dat het de eerste editie van toen evenaarde. En dat was iets voor Van Aert met lange loopstroken. Daar is wel aan gewerkt aan die omloop, dus maar in ieder geval, de modder zou wel zeer fraai en welkom zijn. Is er ook zand aangevoerd? Nee, niet nodig normaal gezien. Pittig genoeg, ook met een dijk zoals we Niel kennen. En voor de rest allemaal zeer, zeer fraai daar. Mooie opbouw. Voor de rest Michael van Turnhout met veel zwier en danseuse. Een tussenstukje hier op het vlakke. Met andere woorden in sprintmodus overgegaan. Met Van Aert onmiddellijk aan de achtervolging. Van der Poel mee aansluiten. Izerbied na die snelle start wat bijpikkelen om er toch weer op te geraken op dat wiel. Dat is wat ik bedoel. Vermeers plakt daar ook aan het wiel van Van Aert. En Ruben heeft wat bemerkt. Ja, toch even inpikken op wat Mario de Klerk zei toen in het parcours. Hey, shit. Van der Poel valt. Van der Poel valt. Er was dus een aanwijzing dat hij wat voorzichtig te werk zou gaan op die balken door bij de eerste beurt erover te springen. En bij een volgende beurt heeft hij prijs. En dan moet hij alles wat rechten. Eens even kijken hoe het zit met zijn bril. Dat inlegglaasje is, of glas is blijkbaar losgekomen. Dat is nu weer netjes in de voegjes gedrukt. Dus dat zit wel snor. Maar wat met de rest van deze race? Dit gaat goed, dit gaat ook goed. Maar loopt het dan mis? Het loopt eigenlijk al mis na 1. Ja. En dan op de schouder terechtgekomen. Die tweede balk gaat er echt... Maar hij gaat achtervolgen. Hij gaat achtervolgen. Dat is zo typisch voor hem. Het is wel fraai. Wel fraai. Kan dat niet over het hart krijgen om zich even in dat wiel te zetten en dan eens even laten te lopen van God, het interesseert me niet vandaag. Nee. Ik heet Van der Poel. Ik heb een reputatie. Ik moet mijn eer verdedigen. Ik ga erachteraan. Dieter, dat wil daar gaan afstoppen, maar dat hoort niet. Moet dat dan? Nee, dat hoort niet. Nu toch niet. Dat is ouderwets, hoor. Ja, dat is antiek. Ja. Retro, zeg maar.
Maar ze willen ook hier de hoogste prijzen wegkapen, dat is duidelijk. Het is hier Mario de Klerkstein. Ja, we hebben een cursus gekend. Of gehad. Die intermezzi, dat optrekken hier van dat tempo op die heuveltjes, dat ligt Michael van Toornen natuurlijk zeer, zeer goed. En dan dat magere tussenstukje van Dieter. Hij is al uit het wiel geknotst. Van der Poel vecht terug. Ja, die gaat rakelijks omgorden. Ja, ja. Nog niet te hard geraakt door dat ene incidentje daar op die balk. Was dat nu een nijs moment die zijn tubus afliet? Hij heel even recht gaan trekken, de rug, zijn bril weer op de plaats zetten. Ja, ja, en dan in de achtervolging gaan. Mag je eigenlijk vernoemen op die manier. Nam zijn tijd dus, maar heeft dat wel heel snel terug rechts gezet. Vechtjas Vermeers doet er ook alles aan om weer terug te komen. Ja, is ook opgeschoven. Hij heeft natuurlijk de boot gemist, hè, om met Mathieu van der Poel mee te schuiven. Ja, maar kan nog. Jawel, jawel. Jawel, want dat gaat stilvallen, hè, vooraan. Ze gaan niet blijven rijden van het moment dat Van der Poel terugkomt aansluiten. En dan is Vermeers helemaal mee. Dus zal het vervolg van het verhaal afhangen van de activiteit van Van der Poel, andermaal. Wat doet hij nu als hij aan dat uur komt? Gaat hij onmiddellijk overpakken? En een beetje geïrriteerd door het foutje dat hij zelf deed. Die frustratie uit het wielrijden? Nou, frustratie. Niet te ver zoeken. Ja, en ook de vraag stellen, wat gaat hij doen? Hè? Gaat hij nog in derde positie daar zitten om zich dan met een iets minder zicht zich aan die balken te wagen? Of gaat hij een ander traject kiezen? Of op kop rijden? Ja, Ruben. Heel even inpikken op wat ik daarnet, net voor die val van Van der Poel, wou meegeven. Mario de Klerk die zei, ja, ik heb 3 technische zones uitgetekend. En dan is het recuperatie, maar dit is exact zo'n recuperatiezone. Daar gaan ze altijd voluit sprinten. Eigenlijk weet ik niet echt of er zoveel recuperatiezones zijn. Ja, recupereren dat act af van de acteurs zelf. Hè? Van de mannetjes, de ego-tepertjes die denken van, ja maar ik heb hier geen recuperatie nodig. Ik wil gewoon doorvlassen van A tot Z. Dit is precies wat er veranderd is sinds Van Aert en Van der Poel op het firmament verschenen zijn. Niks recuperatie, gewoon doorjassen overal en altijd. Ja, vlammen. Op de hoogst mogelijke snelheid. Wie mij lief is, volgen mij. En wie dat niet kan, ja, die komt in het sukkeland terecht. Hier is hij. Een Vermeers ook. Ja, mee. Goed. Zich niet te veel aangetrokken van dat ene kleine incident daar. Nog altijd Baastaans die de rij sluit. Vermeers is een kwestie van een seconde. Anderhalf seconde. Van Aert blijft wel rijden. Ja, het is goed dat hij initiatief neemt. Dat hij niet te veel omkijkt. Dat hij niet te veel rekening had met zijn jongste gewaarwording. Door initiatief de wedstrijd proberen hard te maken. En vooral zijn grenzen weer wat op te trekken. Hier zit David van der Poel. Iserpiet plakt tussen 2 grotere jongens in. Dan hebben we Toon Aerts. En dan de rest van de brigade Marlux. Met Meus daarbij en Baastaans. Dat is wat het maximale wat je uit de vlakke grond kunt halen. Een heuvel benutten of desnoods een heuvel aanleggen, zoals in Ruttervoorde. En daar dan heel veel mee doen. Amai. Ja, als ze hier een klein buitje bij de pas zou gekomen hebben, dat zou wat geweest zijn hier. Dit schuinstukje, bergop, bergaf. Als je ziet die wielen op de tubes, hoe dat die eigenlijk patineerden. Ik hou van die overgangen waarbij renners het lichaam rechten, de benen strekken om die fiets onder controle te houden. Om dan onmiddellijk na de bocht weer over te gaan in een versnelling. Overal perfect onder controle. Is het nu uitkijken naar de volgende balken? Ja, dat is toch een belangrijke factor. Zit je daarop te wachten? Ja, daar wil ik wel bij zijn. Van der Poel is nog altijd een klein beetje aan het friemelen. Dan net weer zijn schoenen nog wat aanstrippen. En het schavelen, Paul. Ja, ja. Heen en weer schuiven. Hier zijn we. Was wel zijn schoenen ook aan het vastmaken. Apsakee.
Van Aert en Van der Poel. Ja, is er vanaf. Ja, opgelost. Is er vanaf, Ruben? Ja, is er helemaal vanaf. En wie er nog niet vanaf is, is Toon Aerts. Die is in het achtervolgende groepje verzeild geraakt. Hij had er vooraf veel van verwacht. Enfin, had toch gehoopt dat hij terug kon aanknopen met mee zijn vooraan, Chris Wouters. Dat lukt vooralsnog niet. Nee, hij zat iets te ver. Hè. Dus hij springt ook de balken niet. Wil bewust geen risico nemen, denk ik dan, als je ziet. Hè, Van der Poel gaat al onderuit de eerste ronde. Dus hij doet dat niet. Het is nog niet afgelopen, maar die vier hebben wel een mooie voorsprong. En om nog podium te rijden zal niet evident zijn. Wordt het dan een cross die hij vrij snel zal placeren en denken aan morgen? Maar ik denk dat dat iedereen zo'n beetje hier rondrijdt. Hè. Als je hier niet mee kan doen voor de overwinning of voor het podium, dan ga je toch wel onbewust misschien wel wat inhouden. En met het oog op morgen, want dat is toch wel heel belangrijk. En voor Toon is dat dan extra belangrijk, omdat hij morgen toch in die leiderstrui van start kan gaan in Kokzijde. En Kokzijde is voor een Belg heel speciaal. Met andere woorden, geen conclusies trekken voor een eventueel vormdipje dat hij niet mee is vooraan, zoals hij dat 3-4 weken geleden wel deed. Dit is gewoon bewust, bij wijze van spreken. Maar bewust zou ik het niet noemen. Het is door de omstandigheden komt hij in die situatie. En dan moet je slim zijn en moet je een beetje nadenken. Een beetje, ja, misschien toch wel niet volledig leegrijden. Maar ik zeg het, de wedstrijd is nog niet gedaan. Het viel net wat stil op de weg. En achteraan, ze zitten niet zo ver achter, maar we zien wel. Het is niet zo. Het is een belangrijke wedstrijd, maar morgen is al zo belangrijker. Dat is waar. En slim zijn, als er één ding is dat Toon Aerts is, dan is het wel slim. Is het niet zo dat Michael van Turnhout het tempo wat gaat drukken om ervoor te zorgen dat Izerbiet weer mee in de strijd kan komen? Of wil hij dat net beletten? Ja, ik denk dat het net het tegenovergestelde, denk ik. Ja? Ja, ik denk niet dat het dan Izerbiet is om dat gaatje nu... Hij komt wel dichter, hè? Ja, op kop rijden. Het zou kunnen, hè? Het tempo in de handen gaan nemen, maar iets of wat druk. Ja, maar Michael die zou toch meer op zijn gemak zijn. Ja. Moest hij wegrijden met deze knapen. Ik wist het uit. Ja. Dus ik denk dat zo beter zou zijn voor de ploeg. Dat kijk, Michael gerust is. Hij kijkt nu weer om, hè? Ja, maar hij had er daar straks al eens een keer vies naar gekeken. Om te zeggen, wat doe je nu, Eli? Is dat de strijd om het kopmanschap? Want Izerbiet is een coming-up boy. Michael van Turnhout staat iets verder in zijn groei. Ja. Speelt dat mee? Maar dat kan wel meespelen natuurlijk, maar ik denk dat we nu vandaag daar toch niet mogen over discussiëren. Of deze Michael van Turnhout... Ze zijn wel op de grond van hun patroon bezig. Ja, ik weet het. Ze willen indruk maken. Maar hij geeft niet af, hè. Van Aert ook niet. Die zit wit. Ja, maar dan zit je natuurlijk in een situatie, dus dan ben je misschien... De mindere van die twee grote. En dan moet je nog op kop gaan rijden op een bepaald moment. En dat is een vreemde situatie. Maar daarom is hij zo gretig. Hij wil hier vandaag zo graag bij op dat podium. Omdat het van zijn werkgever is. En op die manier is dat een vreemde, benarde situatie. Is Van der Poel met een zelfbeproeving bezig? Met andere woorden, zal het dan toch maar eens doen, eens blijven zitten. En dan zien wat dat oplevert in de slotfase. Ja. Dus tegen zijn mentaliteit nu? Ja, ik denk het wel dat op die manier nu gespeeld wordt. Maar je ziet toch dat er ook... Gespeeld. Hij zou nooit gevallen zijn, moest hij op kop gezeten hebben. Nee, hij is wel gespeeld. Ja. Gespeeld, oké. Okay. Hij speelt het. Hij is rustig van het moment. Dus maar moest hij daar straks de debatten geopend hebben, hij zou nooit gevallen geweest zijn. Dus dat gebeurt alleen in situaties zoals hij dat nu eigenlijk meemaakt. Derde positie naar die balken. Een beetje gerust in alles. Geen goede uitgangspositie, geen zicht. En dan kan dat wel eens een keer voorkomen. Ik was die aangezichten aan het taxeren bij dat passageshot. En ik zag hooguit één scheve bek. Dus nog niet al te veel vermoeidheid. Het gaat toch snel genoeg, want Vermeers... die dat zo goed op het wiel kan rijden, dus daar eigenlijk wel in gespecialiseerd is. Ja. Dat is ook een kunde natuurlijk. Heeft het een klein beetje moeilijk. Zoek ook niet naar Lars van der Haar, Ruben. Plaatsgenomen naast de man die goed is voor 5 keer zilver en 2 keer brons op een BK-veldrijden. Dus dat is een fantastische eerlijst. Hoe zie jij deze crossen verder evolueren, Bert Vermeijer? Ja, het zijn allemaal strijdswedstrijden. En Van der Poel is natuurlijk de top. En onze landgenoten, die zijn mekander waard. En ik denk dat, ziet u ook vandaag, vele volk. Maar ik vind het soms jammer, ze gaan nu een paar weken rust nemen. Dat vind ik wel jammer voor de ergste zelf. Die mensen zullen weinig publiek hebben. Dat vind ik wel jammer, maar
het zal niet achteruit gaan, het zal wel zo blijven. Jij bent nog een renner à l'ancien natuurlijk, hè. Jullie reden alles. Maar vandaag, hè, ze zijn nu met een klein groepje vooruit. Wie heeft voor jou al de sterkste indruk gelaten? Of is dat nog veel te vroeg om daar iets zinnigs over te vertellen? Ja, Michael is te geweldig weer al. Je had hem een beetje inhouden, of anders had hij niet op het podium staan, denk ik. Maar Van der Poel zou wel een demonstratie geven. En gewoon weg. Zeggen, kijk, ik ben weg. Ook vandaag? Ja, het is de beste. We moeten ons dat bij neerleggen. Hè? Iedereen weet dat. Hè? Maar de ene die hem kan kloppen is Wout. Maar Wout is voor het ogenblik niet zo goed. Maar ik denk wel dat er Wout wel zal staan tot aan het tweede kampioenschap. Oké, jongens, jullie kunnen hem opschrijven. Mathieu van der Poel en Michael moet zich inhouden. Of hij staat niet op het podium. U hoorde Bert Vermeijer 5 keer wereldkampioen bij de amateurs. Dat was toen in die tijd. Toen werd er nog niet gereden voor een wereldtitel bij de belofte. Het waren nog wel amateurs, veel Oostblokkers, maar ook Vermeijer. Die pas prof werd op zijn 35e en dan nog 5 keer tweede werd in het BK. Telkens naar Roland Liboton. Hij zat ook nog op zijn 40ste op zijn crossfiets. En reed tot 50 crossen per seizoen. Tot 50 crossen per seizoen. Alles meepakken om te overleven. Ik denk niet dat dat past om schatrijk te worden. Won een keertje in Overijssel. We hebben het over jaren 70 zeker. En hield daar dan 1000 Belgische franken over als winnaar. Van der Poel met de kop. Opgelet. Van der Poel met de kop. Al lopend. Maar is niet zinnig om door te prikken. Tactisch. En vooral opletten om zich niet te laten ontwrichten door de blauwe troep. Ben je het er mee eens als Vermeijer zegt dat Michael van Toornout wat te geweldig bezig is? Waarom concentreert Bert Vermeijer zich daarop? Aanval van Izerbiet. Dat is natuurlijk een gauwgenoot voor hem. Hè? Ja, natuurlijk. West-Vlaanderen onderin. Ja, en hij ziet dat ook gebeuren. Hè? Dus zijn manier van koersen, ja, het is altijd wel werkendag voor hem. Dus hij gaat nooit eigenlijk de kat uit de boom kijken. En op die manier is hij al vaak naast dat podium gevallen. En dat zal Bert Vermeijer wel bedoelen. Hier met z'n tweeën nu naar de kop. Het was duidelijk wat... Ik zal niet zeggen afgesproken, maar het was een verband of een verbond. Ze keken naar elkaar. Kom, het is nu het moment. Ja, komt er heel goed uit. Natuurlijk is het nog zeer vroeg in de wedstrijd. Je zegt al zoiets. 25 minuten bezig. Ja, het is nog vroeg om nu al iets te gaan proberen. Iemand te laten wegrijden. Je ziet hoe gretig dat ze achteraan zijn. Dus onbegonnen werk. Een soort van guerrilla, af en toe een versnelling. En aards, op zijn aards. Ja, meeschuiven, meegaan, dan inpikken op positie 6. Op het wiel. Meesje hier aan het staartje. Achter Kevin Pauwels aan. Zit daar ook al een hele tijd op zijn plekje. Bavikova een stukje boven. En hier is Ruben. In de materiaalpost uiteraard, naast de vader van Mathieu en David, naast Adrie met andere woorden. We maken van niks iets, dat doen wij altijd. Gaat dat dan toch eens gebeuren? Gaat hij de kat uit de boom kijken, denk je? Wat, dat weet ik niet. Vraag hem of hij langskomt, geen idee. Maar zou hij terug antwoorden, denk je, als we dat vragen? Nee, uiteraard niet. Ja, toch wel? Maar ik denk als je... Ja, er wordt niet echt gekoerst, hè. Dus wat, ze komen van achter iedere keer terug, dus... Ja, het is een hele gesloten koers, een snelle koers. En je zit natuurlijk ook morgen met de wereldbeker. Dus ja, misschien gaat hij eens een keertje wachten. Ik weet niet of hij is misschien een beetje minder. Dat kan ook, hè. Dat kan zeker. Vast heeft net zijn bril weggegooid. En die zit nu al in de handen van vader. Hoe zou jij het dan aanpakken? Ja, hoe zou ik het aanpakken? Ik zou wel van voren koers proberen de koers... Het laatste half uur toch heel geconcentreerd te zijn. En je ziet ook bij de balk geen risico's nemen en gewoon alles op morgen. Heeft hem dat wat, schrik ingeboezemd zeker niet, maar heeft hem dat tot wat extra voorzichtigheid aangewaand, die val daar op de balk? Nou, ik denk dat hij op dat moment achter de verkeerde persoon zat om te springen, die natuurlijk een stuk trager springt. En als je daar dan wat aankomt en je moet inhouden, ja, dan kun je geen kant meer uit. Ik denk, wat ik heb kunnen zien op televisie, was het zoiets. Maar we hebben ook gezien dat het lopen veel sneller gaat dan sprinten. Dus, als springen, dus als hij zijn verstand erbij houdt.
dan moet hij gewoon lopen. Verstand erbij houden is de boodschap. Ja, ik denk dat het moment gekomen is om het verstand even hier naar dit beeld te brengen, want hij heeft de kop genomen. Ja. Met andere woorden, Iserbiet weer tot de orde geroepen. Vond dat niet echt kunnen dat hij zomaar een goede 10, 12 meter nam. Tot in ieders tevredenheid, dat was niet naar zijn neug. Dus onmiddellijk dat sprintje en de boel weer onder controle. Zij hollen wat achter de feiten aan. Gaat hij eraan beginnen? Ja, en dat hij in orde is, ja, dat bewees. Ja. Gewoon dat brilletje weggooien. Als je dat kunt mikken tussen de schoenen van uw vader, zeg maar, dan ben je wel attent. Dan weet je waar je mee bezig bent. Is dat een ongeschreven wet, dat je wat moet weggooien om laten zien dat je goed bent? Ik herinner mij die ene wedstrijd in 1994. Het was ook in Kokzijde, het ging om het WK. En toen reed er iemand in tweede positie en plots gooide die een en ander weg. Ja, een petje zeker. Ja. Maar hier was het was een signaal toen. Dat was het signaal, ja. Helemaal. Was het een afspraak toen met iemand? Nee, totaal niet. Nee. Een afspraak met jezelf? Ja. Het is genoeg geweest. Een beetje hard maken voor uzelf. En dat doet hij ook hier vandaag. En nu, op dit moment, Mathieu van der Poel. Dan gaan de aangezichten meteen nog wat schever trekken. Ja. En dan komt er ook weer wat meer speling. Dan knijpen ze je pijpje dicht. Heel even bij die bocht een voetje gezet. En dan die helling genomen. Dan weer snel naar het dal. Dus maken we van Tornhout. Uiteraard hij die volgt. Met een grote gebetenheid. Dat mag in principe geen probleem zijn van Michael van Toen naar dit volgen. Dat kan hij wel. Zie maar, niet eens uit pedalen. Dat is wat breder genomen. Dat doet Van Aert dan anders. Die kan op die manier een wat rechtere lijn trekken. Iserbiet bijt zich als het ware vast in de achtertube van Van Aert. Hier Vermeers. Oei, oei, oei. Kijk naar de gebetenheid bij Van der Poel nu, wat meer voorover gebogen bij het uitdraaien van de bocht. Maken van Tornhout die al schuddebolt en weet hoe laat het is. Het is niet te doen als hij doorzet. Je kunt niet geloven hoezeer dat wij afzien. Fred, hij rijdt 5 minuten rap voor ons. Hij probeert natuurlijk, maar hij zei Frans Verbeek te snel. Hij weet wat het gevaar is natuurlijk, meegaan met Van der Poel. Maar het zou kunnen vandaag, omdat het geen klassementscross is, maar hij spaart ze in ieder geval niet, Van der Poel. Vermeers in die gedrongen stijl toch maar weer naar Iserbiet. En geen risico. Nee, niet het minst. Ja. Ook een kunst opspringen, want dat hobbelt ai. Van Aert ook wat in de versnelling meegedreven. En dan gedacht van het zal toch maar een keer lukken zeker. Maar ik heb die indruk dat die balken echt wat pietsen. En dan moet hij daar wat rechtklappen. Remgreep scheef gevallen. Dat wil zeggen dat hij misschien nog de materiaalpost gaat binnenduiken. Moet jij eens gaan nameten, Ruben? Is dat 40, hier die balken? Gaan we meteen eens doen. Gaan we bij Mario de Klerk gaan vragen zo meteen. Even melden ook nog dat Aerts de aansluiting nu weer wat gemist heeft. Dat heeft te maken met het feit dat hij als enige binnengekomen is. Zijn zadel is wat gezakt. Zijn zadel is wat naar achter gekomen. En ja, de minste millimeter, dat zal Paul Herijgers wel kunnen getuigen. Daar heeft een prof last mee natuurlijk. De een is er nog gevoeliger aan dan de andere. Ja, dus een grote wet in sport. Je bent wat uit de klink. Je positie is naar de haaien, ook al gaat het maar om een millimeter. Vraag dat maar aan Merckx. Die was altijd aan het sleutelen in volle wedstrijd. Of vaak. 2 vooraan. Ja, en dan Van Aert natuurlijk. Gretig nog, maar wat gaat hij doen? Hè? Dus, want die fiets is vol op die tweede balk. Voor mij is het duidelijk dat Mette Penning meegegeven heeft aan Trekkie van Kok. Ze hadden niks aan. Vandaag is wat telt op mijn grond. Of aan degene die ik gehuurd heb. Ruben. De balken dus. De balken spelen een rol in deze wedstrijd. Mario, hoe hoog zijn de balken? 38. En ze liggen nog 4 meter en 10 uit elkaar. Ik heb ze gewoon op de limiet gelegd. Ja, er moet ergens een moeilijkheidsgraad in zitten. En als je dan iemand hebt, zoals Michael, dan kan ik het wel een beetje in zijn voordeel trekken. Dat was ook wel de bedoeling. 38, is dat het maximum? Het 40 is het maximum, maar ik ken het. Hè, als het dan op de maximum ligt, en dan zijn anderen altijd zijn dat het meer is dan het 40. Ik vind die geslepen. Nee, het is niet geslepen. Ik vind de tactische vernuft van Mario eigenlijk wel mooi. Ja, wat ik me dan afvraag, ze liggen daar in de hoek, 38. De rechterhoek. Dus links voor de kijker. Dat is waar de maker van Tornhout springt. En aan de andere kant vraag ik me af,
Ja, dat kan dan wel 40 zijn. Dat zou kunnen, dus, maar het is overal op de limiet. Dus, want hetgeen dat hij aanhaalt, hoe ver dat ze uit elkaar liggen, dat is veel, of misschien nog belangrijker dan de hoogte. 4 meter, dan heb je nog niet te veel tijd. Hè, en dat heeft Wout van Aert daarnet meegemaakt. Ja, dat moet ik volledig aan jou laten. Je bent parcourskeurder. Hè. Dat moet jij dus ook gaan nameten, dat soort zaken. Jawel, normaal heb je dat bij je. Dus die meter. En dan die 4 meter, dat ga je dus treden. Hè. Dus dat moet ook wel ongeveer juist zijn. Ja. Dat varieert tussen 4 en 6 meter. En dat is op een vastgestelde datum. Is dat de dag voor de cross? Of 2 dagen voor de cross? Dat is op woensdag normaal. Op woensdag? Ja, woensdag. Dan heb je de tijd om stiekem nog wat aan te passen. Ja, maar dan komt de UCI-commissaris op de proppen de dag van de wedstrijd. Ah. 'S Ochtends vroeg, goed bij het ochtendkloren, 8:30, 8:30. Ja, willen die per se heel die tour nog een keer verkennen. En dan worden misschien her en der nog een klein detail bijgewerkt, dus maar normaal gezien moet het dan al in kannen en kruiken zijn. Ben je daar als keurder dan ook nog betrokken partij? Moet je daar dan ook mee met de UCI-commissaris rond? Jawel, dat is toch de bedoeling. Ja. Ja, en dat is enkel en alleen België dat eigenlijk op die manier speelt. Dus, normaal wordt alles overgelaten aan de UCI, dus maar in België hebben ze een technisch afgevaardigde. We zijn voorbij het half uur. Van der Poel heeft nog één trawant bij zich. Dat is Van Toernout. Hier hebben we Van Aert, die er alles aan doet om naar die valpartij, dichterbij te komen. Izerbiet volgt hem wel. En Vermeers is ook niet ver weg. Nee, die plakt er ook nog aan. We hebben dus 2 minigroepjes. Dan hebben we een soloman, die denkt aan de wereldbeker, waar hij nog veel meer te verdedigen heeft, namelijk een koppositie. En Van der Poel, die niet mee naar de Verenigde Staten reist, die staat wel heel, heel ver. Dus geen bedreiging daar. Gaat nog wel vormen, zonder enige twijfel, in de DVV-verzekeringen trofee. Waar hij een achterstand van 4 minuten gehalveerd heeft tot 2 minuten in 1 koers. In een vlaktecross, met name die in Hamme. Hier de 3. Van Aert die er qua gestalte een stuk bovenuit steekt. En na iedere bocht heeft de smalle Van Beerne met wat lastig. Ja, ja. En de vraag is, hoe lang gaat hij dat nog volhouden? Hè? Want dat is een beetje hardnekkig nu. Want dat is goed voor morgen eigenlijk erbij in te schieten. Kok zei het dan ook nog. De blos van de gezonde jonge man. Het is zijn goed recht natuurlijk. Hè? De blonde bleke man die nog altijd zegt van nee, ik geef het nog niet af. Het is nog altijd maar 1 meter of 4. Ja, anders is het alleen rijden. En dan weet je dat deze Wout van Aert, zoals we hem nu zien rijden, misschien er toch wel naartoe gaat rijden, naar Michael van Toernout dan. Van Aert die de broek wat gescheurd heeft. Dat is nog geen levensgroot probleem. Dat van Michael van Toernout wordt met de meter groter. Dat zou je weer aan dat wiel willen zitten. Hierdoor bijvoorbeeld een risicootje te nemen. Dat deed hij. Dat had hij het bij de vorige passage wat lastig. Omdat hij wat breed uitging. Het is toch weer bijna mee. Ja, ja, ja. Echt dichten is nog wel iets anders, maar in ieder geval wat later remmen. Nog altijd met de nodige zwier. Veel overgave. Gaat ervan uit dat Van der Poel nog altijd wat berekening inbouwt. Daar heb je een sleuf die voor wat ergernis zorgt. Ja, die gebruik je natuurlijk in die allereerste meters. Maar bij het uitkomen sta je er helemaal alleen voor. En dan is dat met 2 tubes tegelijk slippen. En dat is een kwestie van evenwicht, balans te vinden en daardoor te geraken. Qua stijl is dat bij Van Aert 10 op 10. Hè? Dus een pracht om te zien. Ja, dat is zijn specialiteit, zeg maar. Hè? Die sleuven rijden en toestanden, want dat was in het WK ook het geval. Kijk, dat is wat ik bedoel. Hij pakt ze altijd aan die kant, op ongeveer 1 meter van de nader. Ja, dat gaat tot op de centimeter juist zijn, ronde na ronde. Ruben? We zullen dat dan toch maar eens navragen bij Gianni Meersman. Is dat op voorhand gestudeerd en doorgenomen? De plaats waar Van Toernout Michael dus de balk moet nemen. Ja, we zijn woensdag op verkenning geweest en de eerste passage van Michael was niet de meest succesvolle, maar daarna heeft hij een goede plaats uitgekozen en nu lukt het toch iedere keer. Ja, haalt er duidelijk voordeel uit. Hè? Kan hij met die balk in het spoor van Van der Poel blijven? We zullen dat snel zien nu op het einde van de weg, maar Mathieu wacht blijkbaar niet en Michael heeft alles, zal niet gemakkelijk zijn. Ik heb de indruk dat velen met hun hoofd bij kokzijde zitten. Uiteraard is het bij jullie omgedraaid, heb je tegen Van Toernout gezegd. Zaterdag voluit, zondag zien we wel. Alles wat je hebt kunnen ze je niet meer afnemen. En, ze hebben ook gekeken naar de dames. Denise heeft daar ook gewonnen. En
onze nieuwe. En ja, ze zijn goed bezig. Voilà, dat antwoord is duidelijk. Hè. De ploeg van Jurgen met de Penningen zit duidelijk met vandaag in hun hoofd en minder met morgen. Ja, dat was ook al zichtbaar bij de junioren, waar ze met z'n vijven de topplaatsen bezetten. 1, 2, 3, 4 en 5. En Wietse Meese won voor Laura Rijssen en Luc Verburg, de laatste een Nederlander. Dus overal willen winnen. Zag je die overgave en Van der Poel die bij de passage aan de streep het vertikte om te kijken. Hè? In de wetenschap van ik kom die toch nog een keer of 35 tegen in zo'n ronde. Ik zal wel zien waar ik zit straks. Ja, dat is echt waar. Er zijn op dit ogenblik hier 12.500 bezoekers, zegt een bron. Wie die bron is, dat weet ik niet. Maar het wordt in elk geval zo geteld. Vroeger moest je dan wachten tot de cijfers van de Rijkswacht bekend waren. Ja, ja, maar in ieder geval. Het zou wel een betrouwbare bron zijn. In ieder geval, het is een heel groot parcours. En dan heb je van die gaten er wel bij. Maar op de spectaculaire stroken, daar staan ze wel, rijden dik. Het zou kunnen. Ik denk dat ze ook rijen dik staan aan de kanten van het parcours. De mannen van Marlux om deze Michael van Tournout toe te roepen van niet afgeven. Hij is te pakken. Ja, ja. In ieder geval, hij haalt eruit wat er in ieder geval in zit. Hè. Dus echt op het wiel zal moeilijk worden. Dus moest hij vandaag hier weer tweede worden. Hij is wel heel goed bezig, Michael van Tournout. Ze merken ook dat is het label van Van der Poel, hè, Paul. Dat is zo'n tussensprint plaatsen en verschil maken. Dat niet onmiddellijk weer gaan verder uitbouwen, maar het gewoon vasthouden. Ja, ik denk dat dit meer dan voldoende is. Dus ik heb zelfs de indruk dat Michael een klein beetje komt dichter schuiven. Maar laat hij dat toe, hè. Geeft nog niet te veel weg. Mathieu. Die sprintjes bergop zijn vaak veelbetekenend. Ik vind dat Michael van Tournout hier uitstekend naar boven kwam. Ruben? We hebben nog even plaatsgevat bij de pappen van Wout van Aert, maar die teken dat hij... Oei, die wil niks reageren. Sorry, ik had even begrepen dat hij nog iets wou zeggen. Sorry. Hij doet teken niet te reageren. Toch spanning in het kamp van Aert, blijkbaar. Ja. Ja. Dat is nog wel eens het geval geweest. Vader Henk. Heerlijk om te zien wat Michael van Tournout doet. En ben benieuwd wat hem dat morgen oplevert. Maar het mag, hè? Graag zo. Van Aert weet het voor bekeken. Ja, ja, ja. Hij doet het voor plaats 3. Ja. Hij heeft het besef dat ze weg zijn en niet één, maar twee man. En dan ga je natuurlijk nadenken. Hè. Dus geen klassement, geen tijd, geen punten. Alles op morgen dan maar. Als er iemand is die met zo'n tegenstander kan spelen, kan dartelen. Ik heb nog een ander woord in petto, maar ik ga het niet gebruiken. Dan is het toch wel Van der Poel, zeker. En een paar rondjes in de waan laten. En ja, dan afmaken. Ja, dat is kat en muizen. Iserbiet. De meest bedrijvige in de openingsfase. Hij die de boel in brand stak. Opdreef. En Van der Poel die denkt van kookzijde of geen kookzijde, ik ben nu eenmaal goed. Wat belet mij om dan het volle pond te geven en halve cross lang? Ik zat me daar stierlijk te vervelen, een ronde of 4 lang. Ja, dat moet hij misschien wel gedacht hebben. Omdat hij zo gretig was om er direct terug naartoe te rijden. Dus waai, dat die twee hondjes was en niet die andere, dat is dan Michael van Tournout. Weer zo'n bobbel daar een verkeerde slag, dan kom je daar slecht uit, dan moet je bijstellen. Ja, dat is een venijnig ding ook. Dit doet Van Tournout prima. Ja, maar daarnet had hij hem hier bij deze passage voor hem uit. Dat is nu gedaan. Is verder weggereden. Ja. Is het breekpunt bereikt? Nee, daar komt hij toch al. Een materiaalpost voorsprong. Is die lang genoeg, die materiaalpost? Ja, dat zal toch maar een... Maar net zijn. Beknopt, hè? Ja, ja, het is een kleine materiaalpost. Dus, maar wie gaat er binnen? Enkel voor pech.
Dus op zijn reglement, dat is keihard, hè. Zoals hoge drukreinigers bijvoorbeeld. Wetende dat daar niemand zijn fiets gaat afspuiten, toch moeten die aanwezig zijn of dat komt op de feuille. Dus dat is een klein beetje... De feuille is het blad, een strafblad. Ja, daar komt het eigenlijk op neer. Dus moet je dan een boete betalen? Hij springt weer. Nee, totaal geen boete, maar dat wordt wel meegenomen naar het jaar erop. Hij heeft het daar gedaan in de linkerhoek, daar waar Van Toorn had altijd sprong, daar een mini-slip. Hij is niet uit zijn lood te brengen. Is geen kledingstuk. Weer een ronde erop. Bruggetje over, rechte lijn richting volgende passage. En dus weet Philippe Stark, die hangt. Ja, die kan eruit. Die wordt daar opgevangen. Brug nummer 66. We zijn bijna drie kwartier bezig. Dus ronde 7. Hier zitten we bij de achtervolgers. Michael van Toornout ligt zich nog altijd plat. Als snedigheid en vorm moet krijgen, dan zou ik zeggen, neem het beeld van deze van Toornout. Alsof hij hout kan klieven. Ze zijn niet meer te zien. Als ze hier de rechte laan opdraaien. Dus twee rondjes nog. Met het relatief snelle rondes zijn, gaat het er hier snel en rap op zitten. Dat is twee keer hetzelfde. En ik weet het. Iemand wil ons hier allerlei meedelen en komt onze cabine binnen. Is gelukkig weer weg. We voelen ons niet bedreigd. Ja, Ruben. Oppositie 10, een beetje een eenzame cross aan het rijden. Dat viel ons net op. Heeft ook van fiets nog gewisseld. Kevin Pauwels op plaats 10. Helemaal alleen. Net twee plaatsjes voor Yannick Peters. Dat is dus dicht in de buurt van de beloften. Dat is oké, een top 10 plaats. Maar ja, de mannen zullen altijd wel meer willen, denk ik. Als je voor Jurgen met de Penningen rijdt in deze cross. Ja, klopt. Toon Aert zagen we daar wat checken. Was dat op dat ogenblik zijn vermogen, zijn hartslag of de tijd dat hij nog moet afhaspelen? Dat is al een tijdje in de dubbele cijfers. 11. Dus gaan we simpel naar 12. Van der Poel, Van Toornout, Van Aert, Vermeers, Aerts. Dat zijn de mannen die echt meebikkelen voor de ereplaatsen. Dan Mees, Van Toornout en David van der Poel. Met Aerts daar nog tussenin. Die knokken voor wat verderop. En dan Pauwels, die maakt de top 10 helemaal rond. Moet zijn rug weer wat ontlasten. Dat is niet echt een prettig gevoel met, hoorde ik Alice Arzoufi zeggen, de lastigste cross van allemaal voor ogen. Ben je het daarmee eens? Mok zei de lastigste? Ja, ja. Voor jongens die dat door het zand kunnen rijden, die gaan dat totaal niet beamen. Dus maar degene dat daarvoor achteruit deinzen of terugdeinzen, ja, dan denk ik dat ze gelijk heeft. Ze zal er zeker niet gerucht in zijn in de zaak. Ja, want dan is dat van ronde 1 je reinstige sukkel. Oh. En dan, als je dan ook nog verzeild geraakt, zoals zij slecht start, in de achtergrond, ja, dan is daar niks meer van over. Hè. Geen enkel spoortje dat bereidbaar is of dat je eigenlijk goed kunt nemen. Ellende troef. Heb je in Overijssel, wat zeg ik in Overijssel, in Kokzijde ooit medelijden gehad met dit tegenstand? Denk ik niet. En met jezelf? Denk dat. Mezelf? Mag je niet hebben. Ook niet met jezelf, hè, op een bepaald moment. Het kan best zijn dat je zelfs op je geliefkoosde ondergrond dat je een matte dag hebt. Hè. Ja, maar dat komt vroeg of laat. Als je te lang bij je sport blijft, kom je toch tegen. De stroken waar dat je ooit de king was, dat wordt een leidensweg. Echt. Te lang koersen, niet goed. Het verschil moet nu uitgedrukt worden in seconden. We hebben jammer genoeg geen computerbeeld dat ons die seconden aanwijst. Dus moeten we gokken, maar ik denk dat het toch wel over een seconde of 10 gaat. Versnelling op een recuperatiestrook, zoals Mario de Klerk die wilde inbouwen van deze Van Aert. Wil er vanaf van zijn kompanen, wil op die derde plaats. Hij maakt er nog werk van, Wout van Aert. Want die kan hij erop leggen in de sprint. Als hij wil dus, maar dat doet hij niet. Oh, dat was heel even een mistrapje van Michael van Toornout. Dat Van der Poel van een wegrijdt, daar zal hij zich al wel bij neergelegd hebben. Maar het moet toch wel wat wringen dat daar iedere keer nog een tweede tussen zit. Ook mentaal naar dat BK toe. Van, dat wordt geen lekkernij, dat wordt een harde karwei.
is wel een kampioenschapsman natuurlijk. Zwaar. Hè? Dat maakt hem toch wel zeer sterk op die dagen. Bovendien moet er een helse maand verwerkt worden voor wanneer het zover is. Maak daar maar anderhalve maand van. En dan willen we het nog wel eens zien. Maar de tegenstand beseft dat natuurlijk ook. Zweek, om die naam maar even te lanceren richting een BK. Altijd al een ultraspecialist geweest. Goeie passage hier. Hoeft niet meer op de limiet te gaan. Heeft net gekeken waar dat Michael van Doorn ook was. Dat volle lusje zal hem toch wel geruststellen. Sponsors van deze man ook gerustgesteld. Uitvoerig in beeld. Mike. Door het werk dat hij geeft. Topdag voor Marlux Bingo. Ruben. We zagen hier op dat heuveltje net voor het binnenrijden van de materiaalzone van Tournaut. Die moest afstappen, was net niet in beeld. Maar daardoor denk ik dat het kalf nu wel helemaal verdronken is. Want stond echt de voet stil. Dus de fietsberg opduwen, dan weer naar beneden. Maar toen was Mathieu van der Poel uiteraard al lang weer aan het optrekken. Dus de kloof extra vergroot. Ja, details beslissen of er dichterbij komen of nog verder weggedrumd worden. En andermaal blijkt dat hij de wet van de sterkste moet ondergaan. Knap gezien. Ja, twee keer geprobeerd, twee keer met verven na elkaar en dan toch weer kiezen voor het lopen. Ja, ja. Risico's eruit. Ja, eruit, uitgesloten. Pa zal gerust zijn. Oef. Hij doet het niet meer. Hij is er overheen. Hij wordt slimmer met de jaren. Zou hij dan toch nog in een luisterfase komen? Dat denk ik niet. Onbegonnen werk. Bereidheid om naar pa te luisteren. Ja. Ze zijn er wel in geslaagd om hem uit de Verenigde Staten weg te halen. Want als het van hem afhing, dan was hij daar wel aan de start gekomen. Zoals hij ook bijzonder graag naar Overijssel wilde komen. Maar dat dan toch op aanraden van de ploegleiding niet doet. Nog een ronde. Ja, laatste ronde. Nog een ronde. En hij kijkt dan toch eens over de schouder. Links weg om het hoekje. En hij wordt aangemoedigd. Terecht. Van der Poel is 50 minuten bezig, na de 51 nu. En voor de rest raakt Van Aert niet van Iserpiet af. Je ziet hem niet, maar hij is er wel. Dat is zijn voordeel, hè? Ja. En dapper ook. Geef hem een achterzak en hij zit erin. Vermeers, die zich ook gesmeten heeft op plekje 5. Bijgeraken. Gianni Vermeers, supersnel richting finish. Ik verwacht morgen een hele goede Van der Haar in Kokzijde. Waarom zeg ik dat? Hij werd daar vorig jaar tweede. En beperkt de schade op Van der Poel, 39 seconden. Hier vandaag weggebleven met het doel om morgen ook weer uit te pakken. Ja, ja, ongetwijfeld. Onder het motto, het is misschien wel niet mijn meest geliefde grond, maar ik ga het daar toch wel eens lekker bewijzen. Heel tillen het, denk ik, morgen. Allemaal mannen voor de top 10. Ja, voor de eer van de patroon natuurlijk, die daar tot 7 keer toe won. We hebben het over Sven Nys. Die hier Belgisch kampioen werd, zoals eerder gemeld in 2005, voor Tom van Oppen en Ben Bijten. Dieter van Tournaut met Tom Meuse en David van der Poel, de man die het snelst opende. En dan hebben we daar Kevin Pauwels. Ook hij straks op stage na de wedstrijd van morgen. Ruben. In het kader van de volledigheid nog even een top genomen. Van Tournaut nu op 13 seconden. Hier komen Van Aert en Iserbiet door. Dat is 34 seconden. En we geven snel nog Vermeers mee, omdat hij hier nu ook aan die bocht passeert. Aan dat oversteekpaadje 43 seconden. Stond even versteld dat hij zo ver om het hoekje moest kijken. Ja, ja, ja. Oei, dat zijn al 2,5 lus. Over de schouder kijken van waar is hij? Dus kan hij enigszins genieten.
en de recuperatiefase wat zachter nemen. De tweede. Ook Michael van Toornhout kan goed met zand overweg. Maar moest het vorig jaar in de Kokzijde wel doen met een achtste plaats. Dat heeft natuurlijk ook te maken met het feit dat je in de Kokzijde Lazarus kunt rijden op korte tijd. En dan nog een tik kunt krijgen. Ja, dat duurt daar nog niet te lang. Kokzijde over je toeren gaan is eigenlijk helemaal niet te doen. Het is van moed, hè? Want je hebt dan die start midden in dat vliegveld en dan draai je rechts op de polder in. En dan moet je de eerste duin op. Dat is een muur, hè? Dat is een muur. En dan, patat. En dan nog belangrijker, na die eerste materiaalpost, die strook dat er dan aankomt, ja, kom je daar als vijfde, zesde, zevende aan, dat is eigenlijk al iets te ver. Dus dat is een zeer nerveuze bedoeling daar. Hij heeft dus een keertje op een andere manier aangepakt. Misschien wel ingegeven door het feit dat die balken daar wat in de weg lagen. Niet precies zoals hij dat wilde. Geen risico's al bij de eerste passage. Wel wat meer risico's bij een passage waardoor hij dan, god, het gebeurt hem niet zo vaak, maar toch kantelde. En vandaar gewacht tot, laten we zeggen, net voor het half uur, of precies erop. Ik wil er vanaf zijn en toen gedacht ik, het is genoeg geweest. Die prik van Izerbeet, nee, dat gaan we niet toelaten. Die gaan we terugpakken en dan gaan we eens een keertje doorzetten. En toen zag hij, oh, Michael van Toornhout doet mee. Dan gaan we daar eens kipkap van maken over een aantal ronden gespreid. Nou, kipkap, laten we zeggen, een seconde of 10 en dat dan consolideren. Dat is ook een vrij afgewerkt werkstukje neerzetten. Ruben. Ja, we wandelen ondertussen terug richting streep. En dus zien we vooral de renners in de achterhoede. En maken ons de bedenking. Heel groot deelnemersveld, zoals gezegd. Veel jongens die passen overgestapt van de junioren. En die beginnen nu toch stilaan tussen hun kader te hangen, hoor. Die zijn crossen van 40 minuten gewoon. En nu plots een uur. Dat is wel een hele grote sprong. Maar bon, eenmalig kan dat wel natuurlijk. Het is een gigantische sprong. En het valt niet toe te juichen. En dat de regelmatigheidscriterium de beloften dwingt om van start te gaan. Bij de grote jongens. Als je dan 18 bent en je bent nog geen absolute top, ook nog belangen niet volgroeid, dan is dat een onvoorstelbaar zware opdracht. Ja, de enige dat het vandaag overleefd heeft, Jannik Peters, positie 10-11 is hij doorgekomen. Die is al wat ouder, hè? Ja, maar dat is ook nog altijd wel de kop proberen boven water te houden. En nog een paar jaar volharden en dan misschien toch nog aan kunnen sluiten. Die wachttijd, die periode die je moet overbruggen waarin je niet meer tot winnen komt, dat is een geestel. Ja. Als je daar overheen kraakt, dan kan het zijn dat je een goeie wordt. Je hebt er die daar natuurlijk niet de minste moeite mee hebben. Deze jongeman werd wereldkampioen op zijn 19e. Ja, van dag 1. Een superklasse, hè? Doorstoten. En de superklasse heeft gewoon een goede klasse weer op zijn plek gezet. Dus een keertje op een andere manier, op een schrandere manier. Gebruik gemaakt van zijn rijk arsenaal aan mogelijkheden, maar het andermaal afgewerkt. Hij wint de zogeheten ambiance crossen in Wachtenbeek. Dus nog even wachten, alvorens de man die ook voor ambiance gezorgd heeft binnenkomt, tot grote blijdschap van zijn patroon, hier Michael van Toornhout. Met respect. Hai. Dus dat is ook een deugddoend klopje. En dan dat sprintje voor die derde plaats. Van Aert met korte snokjes, heel even opzij, dichter tegen het poortje, maar het is niet nodig. Hij houdt Izerbeet af. En die is dan vierde. Geen tweede blauwe man op het podium. Van Aert dan toch nog een opstekertje met die derde plaats. En daar is Vermeers. Zou je nog eens langs gaan bij Izerbeet straks? Of zouden we als Vlamingen onderin zeggen van kom, we gaan dat vergeten, hè, Marken? Ja, hij heeft dat proper gedaan, hè. Op plaats 5. Op 51 seconden, goede cross gereden. Ja, zal wel. Stone Arts, al een paar ronden bezig met de volgende opdracht. Was dat eigenlijk al voor de wedstrijd begon. Tijd speelt niet de minste rol.
Wel zesde. Voor de ex-kampioen van Europa. En dan Dieter ook weer voor de eer. David van der Poel op papier rapper. Kijk daar naar dat verschil in de dijomtrek. Dus de logica wordt gerespecteerd. David van der Poel is zevende. Dieter van Tournant is achtste. Op 1.34. Hier is Tom Meerse. Die is en blijft populair. Zeker na die golf in Hamme. Die is negende. Zijn hertenogen werken nog altijd. Daar heb je Pauwels op plaats 9. 10, 10. En is dat Yannick Petersen al? Ja, dat is hij. Ja, toch wel. Dat is dan de eerste van de jonge profs. En die komt hier als 11e binnen. Taastaans is 12e. Lange tijd neem, laten we zeggen, goede 20 minuten met de grootste, met de betere. Thomas Joseph is 13e. En dan namens Tartaletto is hier uit de wilgen op plaats 14.